Misschien als jij stream aan hebt staan, dat die al een beetje erg had. Ja, ik heb de stream openstaan, dus. Is zo beter? Dan moet je niet aan mij vragen. Ik ja, hoor. Ik kan het niet uit de chat. Fantastic. Look at this slab covering the entrance. It's clearly of a different composition than the surrounding stone. Ik hoor in ieder geval zelf geen echo van meer, dus. Skype klinkt een tikkeltje zacht. Maar ik heb het al op het hoogste volume staan. Dus ik denk dat je dat aan Rick zou moeten vragen of hij zijn microfoon had. Wil boosten. Mijn microfoon staat zacht. Het zou best kunnen, want hij neemt volgens mij van de laptop. Dus ik ga even kijken of ik dat kan boosten. Mm-hmm. Geef het goede antwoord en ga door voor de koelkast. Is she always like this? Of hij wil zijn toekomst door ons voorspeld hebben. Is she? Wat is het goede antwoord? Ik heb geen idee. Ik weet niet waar ze het over hebben. Dan ben je niet de enige, denk ik. Ja, ik zat net in een Skype chat, dus ik heb geen idee waar ze het nu over hebben. Ik heb er ook geen idee van. Was een leuk stream, Gozer. Really? Was zeker wel. Jammer. Ja, ik vond het jammer dat tijdens het streamen ging het echt heel langzaam. Al mijn games die begonnen echt gewoon op misschien 20 fps te draaien. Ik heb geen idee waarom. Nee, ik heb het ook een aantal keer geprobeerd. Gewoon bijvoorbeeld Counter-Strike of iets anders in combinatie met XSplit te draaien, maar CPU vindt dat helemaal niet leuk. Je hebt er echt een monster per se voor nodig. Ja, ik heb een monster laptop. Ja, ik ook. Maar wat is de tofste Pokémon was de vraag? Als dat persoonlijke voorkeur is, ik ga voor Arceus. Het is een strikvraag natuurlijk, want van welke generatie? Mm-hmm. Welke generatie? Het is wel generatie 1 dan. Generatie 1. Moeilijk. Ik lieg niet als ik zeg dat ik er nog vrij weinig van weet. Ik ben niet de enige. Ik denk dat ik voor Mew ga. Hoort hij daarbij? Ja, hè? Ja, die zat erbij. Mew het is. Dat weet ik dan net wel. Dat is echt een moeilijke vraag. Mew is niet met een P. Oh, moet met een P. Porygon 2? Porygon, iets in die kant. Is wel die driehoekige. Polygon, ja. Die zit er ook bij, ja. Nee, ik vond Pidgeot altijd wel heel vet. Kan. En dat is hetgene waar ik dan ook mee ga voor deze. Ik weet nog wel de beste, maar dat is niet met een P. Dat is natuurlijk Ditto, want die kan elke Pokémon zijn. Mm-hmm. Oh shit, dit is een heel slecht idee. Fake. Ik moet trouwens even uitleggen wat het spel precies is, want ik ken het zelf niet. Het draait allemaal. Nou, op dit moment draait het nog om één persoon. En dat is op het moment een persoontje die niet in mijn party zit. Dat is die Colette. En die is, zeg maar, de Chosen of Regeneration. Dus, hoe leg je dat uit? Ja, probeer het maar.
Mijn uitleg is dan meestal niet de beste, maar even kijken hoor. Het is... Er zijn al heel veel Chosens voor die... voor dat persoontje geweest en... Er is een of andere ras, dat noemen ze dan de Designs en dat zijn... Ja, dat zijn zeg maar een soort van de bad guys en... Zover ik weet met die... Zover ik het kan herinneren überhaupt... is als zij dan de world regenerate, dan gebeurt er iets met haar en dan... Zijn die designers weer voor een x-tijd zijn ze weer weg. Maar naarmate het spel vordert, dan gebeurden er een aantal dingen die ik nog niet ga spoilen. Oké. Ja, ik ben sowieso niet van dit soort spellen. Dus het is, voor zover ik kan zien, namelijk turn-based of niet? Nee, dit is real-time. Je vecht ook real-time? Oké. Je beweegt één karakter, die beweeg je gewoon in real time. En de rest die kan je met bepaalde strats kan je die instellen van waar ze op het battlefield gaan staan, hoeveel mana ze gebruiken en zeg maar hoe offensief of defensief ze moeten gaan spelen. En deze game kan je trouwens ook spelen met meerdere personen. Online spelen bedoel je? Nee, niet online. Gewoon op gewoon lokaal met maximaal 4 spelers, dus zeg maar dat iedereen gewoon een character bestuurt. Dat is dan wel. Tenminste, ik vind altijd als je spel multiplayer kan spelen op zo'n manier is het meestal leuker dan dat je het echt online speelt. Mm-hmm. Ik heb bijvoorbeeld Call of Duty of zo. Als je dat online speelt, dat is gewoon ja, ik vind minder. Ja, ik ben niet echt van Call of Duty. Die serie vind ik een beetje... Het is een beetje uitgemolken, vind ik. Ja, dat is een idee. Modern Warfare 1 was de laatste die ik echt leuk vond. En toen hield het eigenlijk wel een beetje op. Ik heb het zelf eigenlijk niet echt gespeeld en nog helemaal niet. Maar omdat mijn broer voor het had, ja, dan ga ik automatisch toch wel een paar keer spelen. Dus. Mm-hmm. Heb je nog steeds over Pokémon? Ik moet wat minder op de chat gaan letten en wat meer op het scherm. Ja, het scherm let, dan let ik op de chat. Wat is mijn favoriete Tails-character van allemaal? Zijn het alleen... dat is een hele goeie. Daar ga ik even over nadenken. Je favoriete Tails karakter en dan krijg je allemaal weer Pokémon in de chat. Mm-hmm. Wat is dit? What is this? I don't even. What is this? What is this? Playable NPC, whichever. Even kijken hoe het trouwens met mijn Captain Kraft zit, want die heb ik wel besteld, maar ze hangen nog niet binnen. Gok dat die morgen aankomt. Wat voor Captain Kraft heb je besteld? Een Dazzle. Ja. Je hoort er niet altijd goede dingen over, maar het valt wel binnen de prijsrange die ik er voor over had, zeg maar. Mm-hmm. Ja, ik had het geluk dat een goede vriend van mij zijn HDP VR kwijt wou. Dus die heb ik voor €75 op de kop weten te tikken. En dat werkt prima, neem ik aan. Ja, het werkt fantastisch. Ja, ik moet even kijken hoe het met die Dazzle verder gaat, want ik weet niet precies hoe ik dat allemaal moet aansluiten. Ik heb gehoord dat je het moet splitten en allemaal.
ga ik allemaal nog uitzoeken. Ik heb als het goed is de goede kabel. En dan zie ik wel verder prijs. Gok van wel. Ik kan het lekker Zelda gaan spelen. Welke Zelda's? Vooral Zelda Wind Waker waarschijnlijk. Mm-hmm. Maar ik kan ook Win of Time op de Nintendo 64. Majora's Mask op de Nintendo 64. Volgens mij kan ik ook Zelda 1 en 2 op die ene disc, zeg maar, die je ook bij de GameCube kan krijgen. Mm-hmm. Weet je wat je kent? Ja, ik heb er dan 2. Ik weet niet welke je bedoelt. Of je bedoelt de Collector's Edition of je bedoelt degene die je bij de Wind Waker krijgt. Ik bedoel, volgens mij die Collector's Edition die zeg maar bij de GameCube zat. Dus waar ook die demo van de Wind Waker op staat. Mm. Van 10 minuten of zoiets. Ja, dat is een 20 minuten demo. Het is niks. Het is echt heel weinig. Mm-hmm. Maar ik heb zelf nog Wind Waker gewoon, dus mij boeit het verder niet. Even weer op de chat gaan kijken, want we hebben weer een heel hoop mensen. Klaar, wat geplaatst. Teruglezen. Petertje, om jouw vraag te beantwoorden, ik denk dat ik toch met Alexei ga van Tales of Vesperia. Ja, de bestelling is nog niet klaar. Ik moet nog langer wachten waarschijnlijk. Maar ze hebben in ieder geval de Denzel er al in, dus... Dat is mooi. Dat is goed. Maar ja, ze wachten natuurlijk totdat ze alles in de bestelling hebben voordat ze het gaan verzenden. Anders is het natuurlijk veel te duur voor hen. Mm-hmm. En ik heb er 5 dingen in zitten. En er zijn nu een aantal dingen wel compleet en een aantal dingen moeten ze nog steeds via de leverancier krijgen. Dus dan kan het wel tot morgen duren voordat ze gaan verzenden en dan krijg je pas woensdag binnen. Nou, je krijgt het in ieder geval binnen. Zolang je het maar voor het weekend binnen hebt, dan is het altijd prima. Ja, klopt. Als ik maar weer op mijn eigen dagen kan gaan streamen straks. Mm-hmm. Ik weet niet of je de planning al hebt gezien. Nee, ik heb nog geen planning gehad. Ja, we zijn een planning aan het maken. Ja, dat is mij bekend. Mij sta jij heel erg op de maandag. Oké. Okay. Maar dat is nog maar een kleine planning, zeg maar. Er staat nog niet echt iets vast. Nou, ik zie het wel. In ieder geval, je hebt 1 keer op de maandag geloof ik en 1 keer op de donderdag. En dat is dan... De tijden waarvan jij in ieder geval zeker weet dat je mag streamen. En dan moet je maar kijken of je kan en zo. Ja, precies. Dan zal ik het wel voortaan aangeven. Komt helemaal goed. Dankjewel. Niet meer fijn is om, ja, als je echt een migraine aanvalt. Dat is niet best. Ja. Yeah. Hij leeft weer, dus dat alles goed. Nee, oké. Okay. We kunnen weer een stukje verder. Dit spel is eigenlijk meer een puzzle RPG, zeg maar. Mm-hmm. Op het doosje staat 80 uur aan content. Maar daar kom je belangen na niet aan. Als je het fatsoenlijk speelt. Nope.